Goedendag en welkom bij een nieuwe editie van het COVID-19-journaal. Jammer genoeg moeten wij weer constateren dat er gisteren opnieuw 4 doden geregistreerd staan op de COVID-19-dashboard. In totaal zijn er 665 totale actieve gevallen. Sinds het virus zich heeft aangemeld in Suriname zijn er in totaal 7.624 mensen positief getest en 6.834 mensen zijn genezen verklaard. Vandaag in het COVID-19-journaal kregen wij van de artsen Dr. Ramdani en Dr. Bansi een rondleiding op de intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis. Allereerst begint de rondleiding op de medium care unit van het AZP. Mijn naam is dokter Ramdani, intensivist, anesthesioloog in het AZP op de intensive care. Dit zijn onze IC-doktoren, of althans een deel van onze IC-doktoren. En we gaan jullie brengen zeg maar, vandaag naar de intensive care, COVID intensive care en ook naar de normale intensive care. En ook naar de cohort verpleegafdelingen voor COVID-zorg in het AZP. Wat we hier zien zeg maar, is een planning van het bord. U ziet zeg maar, dat we landelijk proberen te plannen. Dus ook het 's Lands Hospitaal staat op dit bord. En u ziet zeg maar, dat wij dus en een reguliere ICU bemannen en proberen in stand te houden voor de continuïteit van normale zorg. En we draaien dus 15 COVID-bedden totaal, 6 plus 9. En we draaien regulier 8, dus totaal 23 bedden nu in het AZP. En het 's Lands heeft op dit moment 12 ICU-bedden. Het belangrijkste is zeg maar, dat u moet weten dat we nog meer IC-bedden kunnen bouwen. Maar personeelsgebrek in Suriname op alle fronten speelt helaas een grote rol. We hebben ook uitvallers, omdat ook die verpleegkundigen moe zijn en of COVID krijgen bijvoorbeeld. En het wordt dus eigenlijk haast onmogelijk om alle bedden van personeel te voorzien. Terwijl we de apparatuur wel hebben. En zelfs meer capaciteit kunnen creëren voor intensive care bedden in Suriname. U bent hier op de non-COVID ICU. AZ had voordat COVID startte, hadden we 15 intensive care bedden. Voor level 3, dus hartchirurgie en alle grote operaties. En met COVID natuurlijk zeg maar, moesten we meer bedden creëren. Op dit moment hebben we dus 23 bedden. En over een week gaan we naar 27 bedden, waarvan 15 bedden voor COVID zullen zijn en 12 bedden voor non-COVID zorg die natuurlijk ook gewoon moet plaatsvinden. Hier aan de overkant, we zijn op de kinderafdeling, dus we hebben een deel van de kinderafdeling hebben wij geoccupeerd, ingericht om reguliere ICU zorg te geven en ook natuurlijk COVID zorg. Daarom probeer ik uit te leggen dat het personeel wat we hadden was ook alleen maar voor 15 bedden. En nu moet je dus zoveel intensive care bedden erbij draaien. En dat geeft heel veel druk op je human resources natuurlijk. Artsen en verpleegkundigen. Hier aan de overkant hebben wij dus 6 bedden. Hiernaast hebben we 2 bedden. En hier komen nog een keer 4 bedden erbij. Maar je kunt begrijpen dat 27 bedden in Nederland worden gedraaid misschien door 10 of 12 intensivisten. En een hele grote pool aan IC-doktoren en dan nog ook verpleegkundigen. Ook daar in Nederland hebben zij problemen met name verpleegkundige pools. Het wordt steeds complexer om die zorg te kunnen verlenen. Er is dus genoeg IC-capaciteit, maar er is te weinig personeel om de IC-bedden te bemannen. En er zal een moment komen als we te veel IC-patiënten krijgen, dat we helaas patiënten zullen gaan moeten weigeren op de intensive care. En we hopen dat we dat punt niet gaan bereiken. Dus laten we elkaar helpen. Ik denk dat Suriname het heel goed doet. En dat iedereen echt ook wel zijn best doet. Even doorzetten met z'n allen alsjeblieft. Zoals u ziet zeg maar, staan de verschillende verpleegkundigen staan aan bed, artsen. En als een patiënt dus zieker wordt, heb je dus meerdere mensen aan één bed nodig. Als ze stabiel zijn, heb je minder mensen nodig natuurlijk. Maar u ziet zeg maar, dit zijn een hele hoop zorgverleners die
die bezig zijn. Er komt echt een hartoperatie binnen. Ja, maar dat proberen we ook te doen. Dat moet je door blijven doen. Dat proberen we uit te leggen elke keer. Dat je dat niet moet krijgen, begrijp je? Dat je die reguliere zorg moet doorgaan. Want mensen worden ziek zonder COVID. Dus je moet en COVID redden en je moet deze patiënten redden. Dat is het idee eigenlijk nou toch. Het is echt zwaar. Ah, ik ben ook moe man. Saring bag je nu ook toe, begrijp je? Saring bag man. Forceren, hosselen, hossel. En die ouders die ziek worden, ze gaan gewoon dood hier bij mij. Dat ziet u elke keer. Ja toch? Dat is het wat zoveel pijn doet, vind ik. Die jongeren worden beter met een beetje hosselen. We gaan straks laten zien hoe we mensen draaien en zo. En dan worden ze beter na 5 dagen op de IC. Met nieuwe technieken en strategieën. Maar die ouders trekken het niet, man. Die COVID frikt al die spieren op. Dus je hebt die kracht niet om te ademen, toch? Als je benauwd bent. Ja, te zien, zeg maar, daar achter de artsen, tegen de muur aan, hebben we intercomsystemen. En dan kunnen we heel snel oproepen en opdrachten geven om dus mankrachten te besparen. En dat hebben we geplaatst dus op de COVID-units, op de artsenkamers, op de non-COVID-ICU ook. En ook op de voorraadkamers, zodat we dan kunnen oproepen van nou, we hebben aan iets tekort of iets moet aangevuld worden. En hetzelfde systeem hebben we ook in het Slans geïnstalleerd, dankzij natuurlijk SuvoSu. Cario, wil je gewoon kijken? Ben ik ingedeeld hier of op de PQ? Het virus is geen Rambo. Dat dachten we in het begin wel, omdat we dachten dat het Ebola-achtige karakterbeelden had. En toen gingen we in die hazmat pakken, alles dichtgeplakt, helemaal dicht met laarzen. En dan langzamerhand dan leer je dat virus kennen, want iedereen schreeuwde just a flu. Dat werd ook geschreeuwd in Suriname, just a flu. Begrijp je? Terwijl je nog geen verstand hebt. Dus wij hebben wijzelijk onze mond dichtgehouden en gekeken wat de buitenwereld deed. En dan langzamerhand zijn we gaan fine-tunen op de intensive care. En daardoor bijvoorbeeld zo'n pak met de hazmat pakken zoals $25 per persoon kosten. En dan moet je een aantal mensen op de ICU nog gaan tellen. Dus $1,200 per dag zullen we weggooien. En nu ben je voor $4,5 bij je gekleed. $4,5 Amerikaanse dollars, om een idee te geven. Jij bent ready voor binnen. Dan stellen we voor dat jij wordt gekleed door Derby. Hetzelfde procedure. Zijn we ready? Ja. Everybody? Ja. Oké. Okay. Yes. Je ziet hier zeg maar dat de verpleegkundige materialen alweer schoonmaakt. Dit zijn reusables. Dus ze zijn gegaan naar zoveel mogelijk hergebruiken van spullen in plaats van kopen van spullen. Dat kost een beetje mankracht, maar het is wel hard nodig. Ja. Alright, u heeft een schort aan. Ja, dat is goed. Zo, goedendag. We zijn nu op de COVID-ICU. U zit aan de buitenzijde, worden nu bedden klaargemaakt, ready gemaakt om de volgende COVID-patiënten op te gaan vangen. Die straks vanuit de andere ziekenhuizen worden aangeboden, bijvoorbeeld vanuit Wanica. Want daar is er geen intensive care meer.
En deze bedden worden ready gemaakt voor de volgende patiënten. We hebben net 3 patiënten in goede conditie ontslagen. Aan de andere zijde liggen er patiënten die dan niet in beeld komen, maar je kunt met mij meelopen. Aan deze zijde hebben we 5 bedden. Zes bedden. En hier hebben we dan 9 bedden. Dus totaal zijn we 15 COVID-bedden in AZP om patiënten te verzorgen. En er is elke dag een gaan en komen van patiënten. Patiënten die liggen, als ze jong zijn met ernstige klachten, liggen ze ongeveer gemiddeld toch wel 3 dagen tot 5 dagen. En de mensen met, die wat ouder zijn of ernstige longafwijkingen hebben, die liggen langer. En we krijgen ook patiënten met nierklachten of andere orgaanklachten. Die liggen wat langer of helaas loopt het voor die patiënten niet altijd helemaal goed af. Maar gelukkig, zeg maar, met de nieuwe strategieën kunnen we patiënten eerder opnemen en we kunnen ze ook eerder ontslaan. Komt u verder? Ja, als u om u heen, zeg maar, kijkt, ziet u weer het aantal mensen wat aan bedden moet werken. In al die PPE-pakken en maskers. Patiënten zijn niet altijd aan de machines of althans in diepe slaap. Maar ze worden dus allemaal schoongemaakt, gebaad, gewassen, krijgen medicijnen, krijgen maskers voor het gelaat. En dan gaan ze daarna op de buik liggen om de long beter te maken. Wat je ook ziet, zeg maar, hè, dat mensen die komen, die zijn heel paniekerig. En hebben een tekort aan zuurstof. En dat is soms echt vechten en proberen uit te leggen aan patiënten dat het masker hun gaat helpen. Of dat ze op hun buik moeten gaan liggen. Maar met name, zeg maar, dus de risicopatiënten, de oudere patiënten. Dus dikke patiënten, dus zwaarlijvige patiënten. Suikerziekte, hypertensie, hoge bloeddruk bedoel ik te zeggen. Maar we allemaal die hier zijn aan de liggen? De meeste wel, ja, als je goed naar ze kijkt. Bijna allemaal hebben die problemen. Bijna allemaal, ja. Heeft u ooit iemand op de ICU gehad met die geen onderliggende ziekte maakt? Ja, maar dan vaak als je dan gaat graven bijvoorbeeld, dan vind je bijvoorbeeld een schildklieraandoening die niet goed was herkend of onderkend of behandeld. En dan komt die COVID eroverheen. En dan puzzelen wij inderdaad vaak door, als je het niet helemaal begrijpt, dan puzzelen wij inderdaad door waarom COVID zo ernstig bij zo iemand verloopt. Ja, maar de meeste hebben de klassieke risicofactoren. Ja, de klassieke. En het gaat met name erom dat die jongere, kijk, hij kan COVID krijgen, maar dan moet hij van zijn ouders wegblijven of van de risicopatiënten wegblijven. En dat is die truc met COVID. Om die risicogroep te beschermen. Ja, ik heb begrepen dat een ieder een beetje, zeg maar, met kerst, dat is begrijpelijk. Het is een lange run voor een ieder geweest. En vingerwijzen heeft geen zin. Elkaar motiveren is beter dan vingerwijzen. Dat mogen jullie echt proberen ergens te verwerken. Ja, motiveer elkaar, maar niet te veel verwijten. Dat werkt averechts. En iedereen doet ook zijn best en iedereen maakt wel eens een keer een foutje of heeft een omstandigheid of wat dan ook. Een onachtzaam moment van gezelligheid of wat dan ook. Rouwmomenten zijn ook niet te voorkomen. En dan op dat moment, om dan afstand te nemen, ja, dat doet heel veel pijn. En moeten ook begrip voor opbrengen en niet weer gaan verwijten. En wat we nu ook hebben gedaan, we hebben naar de verpleegafdelingen, brengen wij nu ook apparaten. Dus wat wij doen eigenlijk is 1, die hele zieken komen dan hier. Maar we hebben bepaalde apparaten waarmee we je ook op de afdeling al hulp kunnen bieden. En soms ontsla ik je met die machine ook. Want die machines zijn mobiel, zijn kleiner. En die kunnen voor de mild zieke COVID-patiënten ook gebruikt worden. Dus daar zijn we ook al mee begonnen. En dat deden we eigenlijk bij COVID-1, sorry, die COVID-eerste golf. Daar zijn we mee begonnen hier. En dat hebben we nu geperfectioneerd, als het ware. Een beetje meer detail erin gebracht. Wanneer kunt u dan constateren dat iemand op een goede staat is om uit de ICU te gaan? Dat is een hele goede vraag. In principe, uiteraard, wat je moet kijken is die ademhalingsfrequentie. Want als ze nog steeds snel ademen, kan je ze niet wegsturen. En je zuurstofbehoefte. Als er daar de zuurstofbehoefte die laag is, kan je mensen rustig wegsturen. En vaak zie je dan ook aan de longfoto's dat de foto opknapt, dus de long ook opknapt.
En we gaan zo even een mooie foto laten zien dat jullie kunnen meenemen. Of een mooie foto, een klassiek voorbeeld van een COVID-long. En dan kan een patiënt ontslagen worden. Maar je ziet het ook aan die kliniek. Hè. Ze komen hijgend binnen, slecht van kleur, grauw. Dus niet mooi glanzend. Het komt vaak echt door heel ziek zijn en zuurstofgebrek. En je ziet ze daarna prachtig hun kleur oppakken. Maar dit is een klassieke COVID-long. Okay, die statistieken gaan moeten komen natuurlijk nog. Want aan het eind van de run gaan we uiteraard naar data kijken. En dan ga je inderdaad kunnen meten of er meer mannen of vrouwen waren en welke leeftijdsklasse het hard heeft gehit. En ook welke zeg maar, etnische groep ook is ook belangrijk. Niet vanwege het feit dat ze COVID oplopen, maar kwetsbaarder zijn. En dat is ook erg belangrijk. En dat lijkt ook een rol te gaan spelen. Maar nogmaals, allemaal voorbarig. We moeten data gaan analyseren nadat we COVID eerst meester zijn geworden of dat we een stap verder zijn. Ja. COVID zelf is een patiënt na 50 dagen hersteld. En die had ook een tube in zijn long. En een vrij grote patiënt. Dik dus, echt zwaarlijvig. En die is na 50 dagen is hij ontslagen, lopend van de intensive care. Ja, 50 dagen. Maar het zijn gevallen die uitzonderlijk zijn. Hè? Want als je zo lang ligt, heb je alle soort andere complicaties weer. Infecties en noem maar op. En andere organen vallen erbij. Maar die man heeft het overleefd, 50 dagen. En een paar van 30 dagen gehad. Maar de langste was 50 dagen. En die heeft COVID overleefd. Ja. Ja, dit zijn allemaal IC-verpleegkundigen. En die zijn dan gemiddeld 3 tot 4 uur in het pak. Dan hebben ze een pauze en dan gaan ze daarna weer in dat pak. En u ziet zeg maar dat het arbeidsintensief is. Het is vermoeiend in dat pak met een masker voor. Dus op een gegeven moment ben je gewoon echt moe. Hongerig. En heb je ook behoefte aan een pitstop, een sanitaire pitstop. De patiënt hebben we bereid gevonden. Hij wil even een motivational iets zeggen tegen onze Surinamers en dergelijke. Ik wil iedereen eigenlijk vragen om heel voorzichtig te zijn. COVID is real. Je ziet het ook dat wij zo zijn. Het gaat niet om hoe sterk jij bent, maar hoe sterk COVID is tegen jou. Dus ik wil iedereen alle Surinamers vragen. Omdat iedereen die hier kan is eentje te veel. Ik heb mensen zien doodgaan. Als je hier kan, en je bent niet sterk, dan ga je leven verliezen. Dus het is, COVID is real, het is echt. En als je hier kan, en je haalt het niet, dan moet je de mensen je schuld kiezen. Want alles begint op één dag. En eerst in deze eindiging, en dat je aan problemen begint. En zolang het probleem begint, ja, iedereen was schuld. Dan werd het altijd bij jouzelf begint. De keuze ligt bij jou en jij bepaalt. Wees voorzichtig, was je handen. Kijk, eet gezond, trek de mondkappen, koop de meeste. Al moet je 2 pakken aantrekken, trek het aan. Wees voorzichtig. Ja, ik wil ook thuis zijn. Maar jammer. Maar ik hoop dat Suriname luistert. Ja, zeg maar begrepen. Dat we maar 600.000 mensen zitten. En we hebben elkaar nodig. We hebben geen enkele, laten we zeggen, andere problemen meer in Suriname nodig. We hebben elkaar nodig om dit af te lossen. Laten we op elkaar letten. Hoor je aan de regels. En doe alles eraan om Suriname te helpen om alles te veranderen. Zodat we weer een betere Suriname kunnen hebben. We zeggen niet dat het altijd goed zal gaan, maar we hopen erop. En ik weet dat het gaat gaan. En dat is Ramana. En Ramana is voor mij. Wauw. Applaus voor deze patiënt, jongens. Dankjewel. Oké, we zijn hier inmiddels zeg maar, beland op de cohortafdelingen voor COVID-zorg. Verpleegafdeling voor COVID-positieve patiënten. De bedoeling is in Suriname uiteraard, zoals u weet, dat als je mild ziek bent of weinig klachten hebt, dat je in een tent gaat wonen. Maar mensen die wat zieker zijn, die moeten in een ziekenhuis uiteraard liggen. En die liggen dicht bij de intensive care. En uiteraard als patiënten beter worden, moeten ze een aantal dagen ook in het ziekenhuis liggen. Dus komen ze dan naar de verpleegafdeling voor COVID-patiënten. En daar wordt de zorg samen overgenomen. Of tenminste, dat doen we samen met internisten
en andere zaalartsen. En dit is dan collega Bansi, internist-immunoloog, die zich bezighoudt met cohort COVID-patiënten. Ja, dus de cohort verpleegafdeling in het academisch ziekenhuis heeft dus als primaire doelstelling om als step-up, step-down afdeling te fungeren. Waarbij dus patiënten die van de IC afkomen, dat ze voordat ze naar een ander ziekenhuis gaan, dat ze eerst dan hier in het academisch ziekenhuis komen. Om dan verder dat rehabiliteren. En als ze stabiel genoeg zijn en er zeker geen risico is dat ze weer kunnen verslechteren, dan worden ze of ontslagen vanuit dit ziekenhuis of overgeplaatst naar een ander ziekenhuis indien ze nog wat extra dagen in het ziekenhuis moeten liggen. Voorts, als er patiënten zijn in andere ziekenhuizen die toch wat slechter lijken te worden, dan kunnen we die patiënten dan ook laagdrempelig overnemen, mits er voldoende plek is. Zodat als het hier slechter gaat, dat de IC te alle tijden dichtbij is en dat de overplaatsing naar de IC zo snel mogelijk kan plaatsvinden. De kern eigenlijk van deze afdeling is dat het traject IC en afdeling zo kort mogelijk gehouden wordt. Verder proberen we, omdat we in het academisch ziekenhuis zijn, zijn er nog andere medische specialisten hier aanwezig. Dus mocht het zijn dat er een COVID-patiënt is die toch bij een cardioloog hoort, dat niet kan wachten tot op een polyklinische afspraak, of bijvoorbeeld een neuroloog moet echt van dichtbij betrokken blijven, dan komen deze patiënten met goed na goed overleg dan ook hier te liggen, zodat meerdere specialisten dan ook bij deze patiënten betrokken kunnen zijn. We zijn dus hier op de verpleegafdeling. De verpleegkundigen zijn nog even bezig met de overdracht. Het is een team van gemotiveerde verpleegkundigen die echt wel dedicated bezig zijn. Zusters, goedemiddag. Dit is een cameraploeg van Lime TV. Op verzoek van de directie wordt er dan ook even een beeld geschetst van hoe de zorg in het AZP ontstaat. Zeker om als er wat onduidelijkheden zijn, als men denkt van dat er bedden volop beschikbaar zijn of dat er niets gebeurt, dat dat zeker niet het geval is. Dus vandaar dat de directie heeft gevraagd dat er toch even wat beelden kunnen komen. En vandaar dus dat het cameraploeg hier van Lime TV aanwezig is. Dus we hebben echt wel een goed team van verpleegkundigen die eigenlijk sinds deze tweede golf ook heel intensief betrokken is. En zonder hen zou het ook natuurlijk niet lukken. En wat er dan is gebeurd is dat dan de afdeling in verschillende zones wordt ingedeeld. Waarbij er bepaalde zones zijn, wat we noemen dan de rode zones, waarbij je dan het liefst alleen maar met bescherming naar binnen moet. En dan heb je dan de groene zone waar je dan zonder bescherming kan blijven. En dan heb je een zogenaamde oranje zone, waarbij je dus meestal je uitkleedt als je naar buiten gaat. Net als hoe het op de IC is. Precies zo vindt er een verdeling hier plaats. Het is eigenlijk gewoon de normale vijfde etage, waarbij dus patiënten dan met z'n tweeën op een kamer liggen. Dat is natuurlijk ook wel prettig. Maar waarbij we dan deze indelingen hebben gemaakt. Dus als een verpleegkundige hier naar binnen gaat of als een arts hier naar binnen gaat, dan is die wel verplicht een schort, een bril, een spatbril, dan wel een masker en een N95 masker. Dus niet het chirurgisch masker, maar wel een N95 masker aan te trekken. Dat zijn dus meer de regels die gelden hier. De behandeling van COVID-patiënten tijdens deze tweede golf verschilt nogal met de eerste golf. Maar wat we wel zeker hebben meegenomen zijn dus de lessons learned. En de essentie daarvan is, de patiënten die IC-behoeftig is, die moet je zo snel als mogelijk ook een goede plek kunnen aanbieden. Maar ook, je wil er ook voor zorgen dat mensen niet te snel verslechteren. En daar kan je wat tijd, als je dat kan doen, dan win je ook tijd. Dus met de ervaring uit de eerste golf, zeker ook met de inbreng van de IC, want vandaar kwam het ook van, starten we dan ook heel laagdrempelig op de afdeling met buikliggingen. Dat is een behandeltechniek die veelal op de IC's werd toegepast, maar sinds COVID er is, was het idee om dat dan ook op de COVID op de verpleegafdeling te doen. Ja, dus er zijn patiënten die zuurstof krijgen, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Je hebt dan natuurlijk een simpele zuurstofmasker waarbij je tot 15 liter zuurstof kan geven. En dan heb je op de IC natuurlijk de andere extreme waarbij patiënten geïntubeerd worden of op een geavanceerd masker aangesloten moeten worden. En een van de andere methoden is het toepassen van high flow. Daarbij wordt dus medische lucht dus, middels een apparaat met een iets grotere snelheid toegediend. Waarbij je kan voorkomen dat patiënten minder snel uitputten. Dus als iemand toch nog kortademig is onder 10 liter, 15 liter zuurstof. Onze ervaring is, en ook diezelfde ervaring dus mede dankzij de IC, is dat we dan hebben gezien dat als je laagdrempelig ook op de verpleegafdeling hiermee start,
dat je de kans dat iemand naar de IC kan gaan, kan verkleinen daarmee. En het voordeel daarvan is dat je dan je druk op de IC ook kan verminderen. En zo heeft u samen met ons kunnen zien wat er zich allemaal afspeelt op de intensive care unit van het AZP. Mensen, het is niet makkelijk wat wij allemaal daarbinnen hebben meegemaakt. Uit veiligheids- en privéredenen mochten wij niet alles vastleggen, maar gezegd mag worden is dat wij mensen hebben zien vechten voor hun leven. Mensen in ademnood, weer anderen die na dagen ontwaken uit een coma. Het is echt en met deze beelden hebben wij geprobeerd te overtuigen. Laten we met z'n allen dit voorkomen door ons aan de maatregelen te houden. Laten we ook denken aan onze zorgverleners die het behoorlijk zwaar hebben. Zij hebben ook hun gezinnen en families thuis die ze dagen niet zien omdat ze moeten zorgen voor de COVID-besmette patiënten. Nogmaals, neem de maatregelen in acht en hou je ook aan de regels van de overheid. Ga niet feesten, blijf in je huis als je niets te zoeken hebt op straat. Alleen zo kunnen wij COVID-19 bestrijden. Let goed op jezelf en we zien elkaar morgen weer bij een andere aflevering van het COVID-19-journaal. Tamboeng en be safe. Ik zou zeggen, AUB, volg de COVID-maatregelen. Ik weet het niet, nu een tweede golf lijkt als men minder bang is. Ik snap het niet, want als ik nu op straat rijd, dan zie ik nog iedereen daar spelen, op de hoeken staan en zonder mondkap. Dus ik zou zeggen, neem de COVID-maatregelen in acht en bescherm jezelf en ook je medemens. Wij van de zorg zijn elke dag blootgesteld aan het virus. Mede ook doordat het zoveel aangeboden wordt vanwege hoe men omgaat met de maatregelen buiten. Ik heb zelf COVID gehad. Het is geen prettige ervaring. Ik zou zeggen, als je het kan voorkomen, doe het zeker.